Een lunchrecept avocado met ei. Hey, hallo! Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van Slank en Fit TV. En vandaag heb ik voor jullie een heerlijk lunchrecept met een avocado en twee eitjes. En dat zit eigenlijk. En een beetje peper en zout. En ik ga je in deze korte kookvideo laten zien hoe je heel snel een simpele, supergezonde lunch in elkaar kan zetten. Dus kijk gezellig even met ons mee in de keuken. Nou, laten jullie even zien wat je hiervoor nodig hebt. Ik had het net al gezegd, maar ik laat het toch nog even zien. Peper en zout. Mijn zoutpotje is kapot gevallen, dus vandaar dat ik nog even dat gewoon een verpakking heb. Wat peper en zout. Wat basilicum. Een avocado, twee eitjes en een kookplaat of een bakplaat om in de oven te zetten. Snijd de avocado in de lengte door, zoals je mij hier ziet doen op deze video. Draai ze een beetje en dan kan je de pit eruit wippen. Vervolgens kun je er een beetje zout overheen doen en een klein beetje peper. En nu druk ik het vruchtvlees van de avocado wat naar binnen toe, zodat er een goed kuiltje ontstaat in de avocado, waar ik dan zometeen het ei in kan doen. En dan hier hebben we de twee eieren. En die doe ik gewoon in de avocado. Er loopt wat ei doorheen of eruit. Maar dat is niet zo heel erg als die door je maar goed erin blijft zitten. En leg ze een beetje tegen elkaar aan zodat ze niet omvallen. Dus een beetje balanceren dat ze rechtop blijven. En dan ga je het ei in de oven zetten. Niet te hard bewegen, want ze moeten niet omvallen. En nu staat het ei even in de oven. Ongeveer een kwartiertje, misschien 20 minuten ligt aan het ei. Dus kijk iedere keer even of het ei al goed is. En dan haal het uit de oven. Ik ben benieuwd. Voor degenen die mij nog niet volgen op Instagram. Ik heb net op Instagram heel snel even dit recept in elkaar gezet. Kijk. En dit recept heb ik gemaakt terwijl dus de avocado's in de oven liggen. En dit eten we er lekker bij als extra vulling. Dus wil je weten hoe ik dit heb gemaakt? Check me even op Instagram. Dat kan je vinden op fbellinga. En dan vind je mijn Instagram. En dan kunnen we elkaar ook volgen op Instagram. En ondertussen is het ei klaar. En we halen hem uit de oven. En scheppen het op het bord. En tadaa, je supergezonde lunch is klaar. Een lekkere avocado met ei. De avocado met ei is klaar. En dit kun je uitlepelen met een lepeltje. En ik heb natuurlijk mijn profkonijn. Try me when we die. Wat is dit dan? Die kun je dus zien op Instagram. Avocado ei. En deze mag je nou eten. Is die gewoon rauw ei of is het gekookt? Nee, is in de oven. Wel heet hoor. Bon appétit. Zullen we wel ook een appétit? Is het lekker? Ja, heerlijk. Dus je lepelt hem gewoon uit. En dat is het. Super gezond is dit. Echt een aanrader. Mijn compliment. Goed zo. Nou, wil je nou meer recepten? Kijk dan even op de link onder deze video. En vergeet natuurlijk niet mijn gratis e-book aan te vragen. Dit kun je zien op Instagram en deze hebben we in deze video gemaakt. Ik wil je bedanken voor het kijken. Duimpjes omhoog op de video als je het weer een leuke video vindt. En kijk even op de link onder deze video om het gratis e-book aan te vragen. En vergeet niet te abonneren.